Breda Nu. Je weet het meteen. Wat vind jij van de verkeersveiligheid in Breda? Wij gingen de straat op om aan mensen te vragen wat zij ervan vinden. Ik heb hiervoor in Rotterdam gewoond en nu sinds 4 jaar woon ik in Breda. En eigenlijk ja, dat merk ik niet zo heel veel verschil in de verkeersveiligheid. Maar is het wel een beetje druk hier in Breda of vindt u het juist meevallen? Nou, hier in de wijk vind ik het best meevallen. Als je natuurlijk meer naar het centrum gaat, dan kan het ook wel druk zijn. Ja, maar dat ben ik gewend. Ja. Die vind ik volgens mij wel goed. Ik vind dat er goed verkeerslicht staan. Soms vind ik bijvoorbeeld wel een beetje veel. Bijvoorbeeld bij het winkelcentrum. Het industrieterrein. Dat is bij de Bakker en Ruupweg. Daar staat verkeerslicht, maar daar rijdt iedereen altijd door rood. Maar voor de rest vind ik altijd dat goed geregeld is hier. Ja, ik denk dat het best wel wat veiliger kan. En dat je ook veel straten waar dus ook kinderen, veel jonge gezinnen wonen, dat er echt nog wel heel hard wordt gereden. En ik denk dat iedereen daar wel een beetje rekening mee kan gaan houden. Stoppen voor een voetgangersoversteekplaats. Ook al komen de voetgangers aan en dat je ziet van, God, kan er nog wel langs. Dan schieten ze met vaart door, maar dan staan ze eigenlijk al de voetgangers op een voetgangersoversteekplaats. En dat is iets wat ik mijn eigen groen en geel aan erg. En door het oranje nog willen rijden. En bij de stem, en nou komt het, schieten ze toch nog vaak door het rood, ook vrachtwagens. Wat ik eigenlijk heel hinderlijk vind, is dat in 30 kilometer zones toch nog wel vaak te hard gereden wordt. En dan doel ik eigenlijk meer op de spelende kinderen. Vorig jaar is er geloof ik in Hoge Vught, misschien al iets langer geleden, een vervelend ongeluk gebeurd waar een klein jongetje helaas toen door overleden is. Dus die mogen ze zeker nog wel in de gaten gaan houden, die 30 kilometer zones. Nou, hier in Breda, sommige plekken gaat het. En sommige plekken rijden ze echt als gekken door de straat, zeg maar. En kunt u een voorbeeld noemen waar dat dan is? Je hebt een plek bij de Berg. Ik weet niet of je dat kent, die wijk, in Haagse Beemden. Nou, daar rijden ze echt gewoon vreselijk. Dan is het echt 50 door de straten heen als kinderen daar buiten aan het spelen zijn. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Wat me opvalt en waar ik me ontiegelijk aan erger is, dat de mensen, vooral de jeugd, nog nooit geen verkeersles gehad hebben. Want als je ziet hoeveel jongelui en ook volwassenen dat er op de fiets hier zo over het pleintje rijden bij de winkels, terwijl er aan de voorkant en aan de achterkant wel degelijk verkeersborden staan, alleen voor voetgangers. En dat is eigenlijk mijn grootste ergernis. Breda Nu. Je weet het meteen.